beginnen met het voorbereiden van mijn lippen. En hiervoor gebruik ik de Dior Sugar Scrub. Het is een lipscrub op basis van suiker. Dus die gaan de huid gaan exfoliëren. Maar tegelijkertijd gaat die ook de natuurlijke kleur van de lippen gaan versterken. Waardoor dat het een ideale basis is voor al je lipsticks. Om het suiker wat te gaan versmelten, ga ik mijn lippen over elkaar wrijven. En dan kunnen we beginnen met de ombre lip. Wat ik altijd doe, ik zorg eigenlijk er altijd voor dat de contour van mijn lippen al wat meer gedefinieerd is. En dat doe ik door een concealer te gebruiken. En in dit geval ga ik gebruik maken van het BBU palette van Bobbi Brown. En in dit geval gaat dat een combinatie zijn van de Golden en de Honey. Deze manier is mijn lip al gecontourd en kun je al zien dat de vorm veel beter uitkomt. Het is ook een gemakkelijk geheugensteuntje op die manier, zodat je zeker weet dat je op deze manier niet buiten de lijntjes gaat kleuren. Voor mijn ombre lip ga ik beginnen met de donkerste kleur en het is de Rouge Dior nummer 962. Dat is de Poison Matte. Ik neem een fijn lippenseeltje van MAC. In dit geval is dat penseeltje nummer 211. En wat ik ga doen, ik ga beginnen met mijn cupidoboog te accentueren en de onderkant. Dus hier zo het middenste van mijn lip. En daarna ga ik alles verbinden. Op het lichte gedeelte als highlighter ga ik de lipglow zetten in nummertje 6 en dat is de Berry. Eventuele foutjes te corrigeren kun je daarna altijd nog met je concealer terug langs de lippen gaan. Dit was mijn tutorial over de ombre lip. Volgende week laat ik je zien wat dat multimasking is en welke maskertjes mijn favoriet zijn daarvoor. In de tussentijd kun je me nog altijd terugvinden op Instagram. Kun je ook abonneren op mijn kanaal hier op YouTube. En zorg ook zeker dat je het belletje hebt aangevinkt om niets te moeten missen. Tot volgende week maandag. Doei!